Dit ga ik even passen. Als Esta dit ziet, mijn trainer, Thuis, I'm in trouble. Vandaag ben ik met Thuis. Hey Thuis. We gaan een dagje uit. We gaan een dagje op stap. A-Town. Ja, en dus niet zomaar een stadje. We gaan naar mijn geboorteplaats, Amersfoort. Want het is gewoon een stad vol karakter, vol herinneringen. En even een keer wat anders dan Amsterdam. Ik ben benieuwd. Het is echt een beetje vakantie in eigen land. We zijn er. Good morning. We zijn nu bij de Koppelpoort in Amersfoort. Ja. Ik herinner me dat nog. Vooral het geluid ook van die... Van die waterval. Het is van een sluis volgens mij. Sluis. De planning is vandaag dat we niet naar de massa gaan, maar we gaan vooral de lokale ondernemers steunen. Dus het lijkt me heel leuk om naar de straat te gaan waar ik dan heel even gewoond heb. Ja. De Krommestraat. Vind ik ook heel leuk. Want vroeger was dat een beetje een gewoon een gezellig straatje, maar nu... Er zijn heel veel lokale ondernemers, winkeltjes. Nou, alles wat we nodig hebben vandaag, op zo'n zonnige dag. Hoi! Dat ziet er goed uit. Oh, lekker zeg. Wat, is dit een tapenade? Ja, tomaat-tapenade. Lekker! We zitten nu in de Krommestraat. En ik heb meteen al memories hier, want daarachter woont mijn oma. Of woonde mijn oma. Dus kunnen we het al zien vanaf hier? Nee, maar... In mijn hoofd was er hier altijd een slager. Bij de slager kreeg ik altijd een plakje worst. Dat vond ik echt het moment van de dag. Jeugdsentiment. Memories hier. En wat ik geinig vind is dat dit best wel een hotte straat is geworden. Ja. Vooral ook die Corazon Bakery. En dit is fantastisch ook. Dus ik stel voor dat we lekker gaan ontbijten. Ja. Koffietje nog even op en dan gaan we een beetje winkelen. Hallo. Ik hou van deze. Ja, echt? Ja, echt. Oh, dat vind ik zo niet jou. Dat zijn weer leuke sieraadjes, hè? Ja. Zo, kijk. Ja, dankjewel. Doeg. Doeg. Gaat wel lukken. Doei. Oh, het ruikt zo lekker naar woonwinkel van hout en ik hou daar echt van. Het ruikt hier heel lekker. Is dit hem? Is dit hem? Zeg maar, dan blaas je hem uit. Als je hem aansteekt, dan laat je hem 2 minuten branden en dan blaas je hem uit en dan komt die geur eruit. Oh. En door die steen haalt hij ook zeg maar geuren. Ja, dat is wel echt een shot wat je dan neemt, toch? Dit gaat nooit meer. Ja, ik rook hem niet vanaf hier, maar heel lekker. Dat haalt zeg maar ook de schimmels en de bacteriën uit de lucht. Oh. Oh, dat is best wel groot. Ik dacht dat het alleen dit pandje was. Back to my roots. Gelijk wel even buiten kijken zo. Oh, ik hoef dit merk soms wel. Second ja, wel of niet? Ja. Dit ga ik even passen. Tot zo. En wat vind je ervan? Ja, ik vind die blouse heel leuk. Alleen dan samen met je pantalon misschien net weer te netjes. Niet helemaal. Ja. Wij hebben toevallig op Instagram hebben wij de rubriek Iedereen is model. Daarvoor zetten we echt Amersfoorts op de foto. Ook al woon je hier niet meer. Heel tof. Je bent echt geboren model. Oh. Oké, we gaan weer. Dankjewel Anouk. Yes, graag gedaan. Dankjewel. Doei. 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 We gaan nu naar het huis van mijn oma. Ja, hier was het. Of zag maar de deur is anders. Volgens mij zag het er niet zo uit vroeger. De deur was bruin. Hier woonde tante Adrie. Maar die is ook familie? Nee. Of niet? Zo moest ik haar noemen. Ah, oh, gewoon de buurvrouw. Ja, en gezellig. Ik stil ongegeneerd bij die mensen naar binnen te kijken. Dat is niet zo natuurlijk.
jongen. Ja, als ik deze plaatjes zie. Nee, maar eerst. Cute. I'm starving. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Wij gaan dit helemaal opeten. Alles toch, Twies? Ja. En daarna moet ik echt liggen, denk ik. Als we dit allemaal opeten. Kom mooi uit, want hierna gaan we naar de bed and breakfast. Nou, ik ga me wagen aan dit visje. Ja. Hoe smaakt het? Lekker. Overzien? Ja. Als Esta dit ziet, mijn trainer, Twies, I'm in trouble. Ja, wel, ze ziet het als koolhydraten en gefrituurde chips bij staan. Maar de rest. En de wijn ook nog. Die visjes, dat is helemaal... Ja, maar ik ga gewoon echt precies dit eten. We gaan slapen, jongens. Nee, ik ga nog niet slapen. Wie is jij? We gaan wel nog even gezellig doen, maar we gaan wel ons slaapplek bekijken alvast. En het is leuk dat alles hier op loopafstand is. Want we hebben dus een bed and breakfast uitgekozen. 1905 heet het. En, oh, ja. We zijn er. Voor het eerst hebben we gewoon één keer iets gevonden. Ja, maar echt. Mijn woord is vast wel aan. Oké, ik ga gewoon kloppen. Ja. Hallo dames. Hallo. Welkom. Yes, dankjewel. Oh, lekker. Het is echt een lekker bed. Twies, wat vond je van Amersfoort? Ik ben echt aangenaam verrast. Ja, ik had een beetje... Ik had het dorpser verwacht. Ik had echt een beetje een platteland. Ja, ik ben echt een Amsterdammer, maar ik had het echt heel landelijk en klein. Maar het is gewoon super gezellig eigenlijk. Het is, vind ik wel echt de Amsterdamse gezelligheid, maar dan kleinschaliger en rustiger en gemoedelijker. Ik zag ook echt wel dat je je kinderen hier best wel oké kan laten lopen. Ja. Dat ze worden aangereden. Loslopen hier, ja. In Amsterdam moet je echt heel panisch vasthouden, inderdaad. Wij gaan nog even Netflix en chill. Ja. En wie weet trekken we nog wel iets van een wijntje open. Hij staat wel al klaar voor ons. Ik heb hem al gespot. Dus twee glazen erbij. Waar snoepjes, snacks daar achter op het barretje. Op ons ontbijthoek. Oké. Dus, nou, goede planning. Ja. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende video. Bye. Doei.